En die zijn aan het donderjagen. Ja, helemaal aan het donderjagen. Ja. Ja. Dus ik heb het niet en toch heb ik het. Hallo lieve vrienden, een hele goede middag. Ja, en dat is vandaag alweer woensdag. Ja, en hoeveelste alweer 2 juni. Die twee dames, die heb ik onder de douche gehad. En dat is ook nog wel te zien en te voelen. Hè? Ja. Hè? Laat dat eens even. Kom eens even hier. Zo. Hè? Nog helemaal vochtig. En die is nog nat, hè? Ja, nou, helemaal nog nat en die vochtig. Maar ik ben zelf ook onder de douche geweest. En nee, niet mijn haar. En nee, en er wil er één in. Maar dan moet ik eerst weer staan, want de deur die zit op de klip. Omdat ik net beneden ben van het ritueeltje douchen. Ja, dan laat ik echt de deur niet open. Nee. Ja, vrouwtje komt eraan, lieve schat. Maar dan moet ik even ook weer staan. En die zijn aan het donderjagen. Ja, helemaal aan het donderjagen. Hè, kindertjes? En er komt er nog één in. Onze Kandalfi. Ja, man. Ja, kerel. Hé? Ja, nou kom maar bij, man. Maar die wil niet op de bank. Nee. Die wil niet op de bank. Maar oké, lieve vrienden. Ik wens jullie dus nogmaals een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenbol. En ja, ik ga straks weer even met ze lopen. Maar ik moet heel eventjes wat drinken hebben. En ook even weer een broodje. Ik had vanochtend ook al een broodje, maar ik heb toch wel even zin in wat voordat ik straks tegen de vlakte ga. Dat willen we niet hebben, nee. En die twee belhamels, ja. Maar oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Het is prachtig mooi weer. Geniet van de vlogs op het kanaal. Geniet van de vlogs op andere kanalen waar jullie op geabonneerd zijn. En laat overal eventjes gezellig en een leuke, gezellige reactie achter. Ja. Van mij krijg ik sowieso een reactie terug. Echt waar. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet. En tot later. Doei. Zo, lieve vrienden, daar zijn we weer. Ja, ik heb een hele drukke middag achter de rug. Want ja, ik ben eerst naar Marianne geweest. Nou ja, die is natuurlijk helemaal uit te doen en verdrietig en helemaal hopeloos. Begrijpelijk, na zo'n gebeuren. Toen heb ik boodschappen gedaan, maar ik moest ook even voor Marianne nog een paar boodschappen doen, wat ze vergeten was, dus heb ik ook gehaald. Toen kom ik dus weer terug naar Marianne, heb ik weer een bak koffie gedaan en de boodschap afgeleverd en geld teruggekregen, uiteraard, logisch. En toen heb ik nog een rondje stad gedaan om Pokémon spullen, items op te halen, daar was ik mee bezig. En ja, mijn eigen boodschappies. En Marianne die houdt niet van vlees, dus die had nog pakjes vlees in de vries leggen. Heb ik meegekregen? Nou ja, helemaal leuk, lief en aardig. Ja, en ik heb het niet en toch heb ik het, dan weten jullie het. Ja. Waar is het? Even zoek. Ja, ik heb het al. Ja. Ja. Dus ik heb het niet en toch heb ik het. Ja toch. Maar ik heb nog wat. Meer. Brood. Dat is. Oh ja, dat moest ik ook vandaag nog opeten, zei ze. Nou, dat doen we dan. Maar ik wil eerst koffie met een Bounty. Ja, dat gaan we straks lekker eerst maken. En even bijdenken, want ik heb last van mijn onderrug, oftewel mijn lumbago. En mijn linkerknie die wil niet wat ik wil, dus ja.
En jullie weten ook, ik heb de meisjes gedoucht, ik heb mezelf gedoucht. Dus ja, we zijn helemaal schoon, spik en span. En vanmiddag boodschappen gedaan en alles. Dus druk, 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 druk. Ja. En dan zometeen de boodschapjes opruimen. En dan ga ik het wel voor gezien. En ik zou eigenlijk aan de spinazie. Want wel wat mijn oudste broer vroeger altijd zei, poepetie. Ander woord voor spinazie. maar in ieder geval, ik denk dat ik gewoon maar weer een broodje eet. Want ik ben back en back af van het gevlieg. Ja, hier naartoe, daar naartoe, zus doen, dat doen. En dan, kom je aan het einde van de dag en dan denk je van ja... Je lichaam die is niet een van de jongste meer. Dus denk daarom. Dus ja, komt ook allemaal wel weer goed. Morgen komt natuurlijk Karin met een K. Mijn begeleidster. Dus we zullen het allemaal wel beleven. Ik had er geappt van hoe laat ze kwam, maar dat weet ik nog niet. Ik heb nog geen antwoord gehad. Nog Nendo. Dus ik hoop dat ik dat nog wel krijg te horen van haar. Maar oké, lieve vrienden, dat komt ook hopelijk goed en anders dan hebben we pech. Ik ga een bak koffie maken. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Doe het met een lach. Doe ik ook. We houden gewoon contact en ik vergeet jullie niet. Dus, dat is helemaal goed. Tot later. Zo, lieve vrienden, ja, het is alweer avond, hè. Het loopt weer al tegen de klok van 7:30 aan. Ja, het is 18 minuten over 7. Weliswaar nog steeds op dezelfde dag, oftewel woensdag 2 juni. Wat ik al had gezegd, de honden zijn gewas, ik ben gewas. Ik heb de was al weer gedaan, wat we vandaag vuil hadden gemaakt. Ik ben bij mijn Janne geweest, ik heb boodschappen gedaan. Ik ben bij mijn Janne geweest om haar boodschappen af te leveren en nog weer een bakje koffie. En ik ben net weer met de honden eruit geweest. Ja, dus druk, 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 druk. En ik heb nou de was alweer in de droger zitten. Ik heb net ook alweer gedaan. Dus ja, meer dan genoeg gedaan, dacht ik zo. Mag trots zijn op mezelf. Even een schappenklap geven. Hé, ja nou, dames of niet dan? En heer, ja, en wat kan er al verkeerd, weet ik niet. Maar voorheen was hij altijd met dit weer op de kletter en wou die nooit binnen zijn. En het was altijd dag en nacht zo buiten, maar hij is nou niet bij me weg te slaan. Ik weet niet wat hij heeft hoor. Of hij ligt boven of hij is hier beneden en heel eventjes buiten wil hij na een paar minuten alweer naar binnen. Nou ja, oké, kan er ook niks aan doen. Nee, ik kan er helemaal niks aan doen. Ja, ik moest even mijn jurk goed doen, want dat was niet goed. Maar in ieder geval, ik heb ook van Mianne een lekker broodje gekregen. Die ga ik lekker opeten. Ik meende dat ze zei dat er ham in zit. Dus ja, dat gaan we even opeten. Lekker oppeuzelen. Hé, ja, meer van schoon. Nou, kom dan eens even bij me, schone meisje. Ons schone meisje. He? Ja, dat drukken lekker. Oh, dat drukken zo lekker. Ja, hè. Ze ruikt ook zo lekker nou. Naar een schoon hondje. Ja, naar een schoon spik en span hondje. Op de grond zit er nog een. Ja. Nou, doe maar weer. Nou, mijn andere schone hond, kom maar. Kom dan. Nee, dat krijg jij niet. Nee, waar moet ik hem weer zetten? Even op de eettafel. Dat vrouwtje. Kom eens hier. Nee, kom eens hier. Kom eens. Kom nou. Elwin. Elwin, kom eens hier. Kom dan. Nee, hier komen. Kom hier. Kom dan. Elwin. Kom je niet even bij me? Kom dan. Kom dan. Ze zit wel bij me, maar op de grond en met de rug naar me toe. Met andere woorden, ik wil geaaid worden. Maar toch. Hé, boef? Ja.
Maar oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet van jullie een verdere avond. En misschien tot straks, zou ik zeggen. In ieder geval, een dikke kus van ons. Doei!